Goedemorgen allemaal. Zo te zien ben ik weer overal live te zien. Op Instagram en op Facebook in ieder geval. Op YouTube komt wat later straks de video online. En ja, ik wil iedereen van harte welkom heten bij de Tarot Weekkaartvoorspelling. Altijd vaste prik. Maandagochtend 10 uur zal ik Esther van Herenbeek van het 12e huis jullie even meenemen in de Tarotkaart van de week. En ook hartelijk welkom podcastluisteraars, want hier wordt ook een podcast van opgenomen en die kun je ook altijd gratis beluisteren op het moment nu of wanneer het jou uitkomt deze week. Goedemorgen Els, Jane, goedemorgen Sandra. Nou, ik zie allemaal mensen ineens binnendruppelen. Hartstikke leuk dat jullie er live bij zijn, want ik weet dat er inmiddels al vakanties begonnen zijn hier in Nederland. En dat jullie er toch bij zijn, super tof. Nou, ik heb heel veel nieuwtjes te vertellen. Maar ja, als het goed is, hebben jullie dat al hier en daar voorbij zien komen. Sinds gisteren staat dus Tarot Zomerhoroscoop online, ook bij Wendy online. En kun je dus lezen wat jou deze zomer te wachten staat. Dus mocht je dat nog niet gezien hebben, straks onderaan de video vind je het linkje naar de Tarot Zomerhoroscoop. En bij Instagram vind je natuurlijk altijd alles op de linkpagina bij mijn bio. En op die linkjes kun je dus ook terugvinden dat je mijn Tarot Agenda 2022 kunt pre-orderen. En ik heb inmiddels op de webshop ook afbeeldingen gezet van de binnenkant van de agenda, want daar kreeg ik wat vragen over. Heel logisch, dat was ik ook helemaal vergeten. Maar daar staan inmiddels ook van de inhoud foto's op. Dus mocht je daar nog interesse in hebben om daar even naar te kijken, dan kan dat dus ook. En je kunt natuurlijk nog steeds het gratis e-book Voeding en Astrologie downloaden. Ik heb gezien dat heel veel mensen dat al gedaan hebben. Super tof. Ik hoop dat jullie daar in ieder geval nieuwe inzichten uit kunnen halen wat betreft voeding en leefwijze. En dat dat voor jullie allemaal toch wel wat extra inzicht gaat geven, adviezen gaat geven. Nou, we zijn hier natuurlijk voor de Tarot Weekkaart voor deze week. Dat is week 28. En dat is van even spieken van 12 tot en met 18 juli. Dat zet ik er duidelijk even eventjes bij. Want sommige mensen bekijken deze video later en niet op maandagochtend om 10 uur. Maar ik zie inmiddels dat heel veel mensen er live bij zijn. Superleuk. Hartstikke leuk. Ja, ik vind dat altijd geweldig als mensen er ook meteen zo lekker vroeg in de ochtend bij zijn. Tenminste, ja, voor sommigen is 10 uur 's ochtends niet zo heel vroeg, maar toch hartstikke leuk. Nou, hoe werkt dat, die Tarot Weekkaart voorspelling voor de mensen die er voor het eerst bij zijn? Ik heb me van tevoren al afgestemd op de week die komen gaat. Dan trek ik een kaart uit de Rider-Waite Tarot. En de kaart die daaruit is gekomen, die zegt iets over de week die komen gaat. Hè? En niet zozeer van dit gaat gebeuren, maar het geeft een ontwikkeling, een tendens aan die je deze week kunt verwachten. En maar vooral ook adviezen, tips, waar je wat mee zou kunnen om het voor jou beter of prettiger te maken deze week. Dus dat is ook heel erg belangrijk om te weten, dat je vooral met tarot iets kunt om het voor jezelf prettiger te maken of om een bevestiging te krijgen. Of misschien een inzicht te krijgen. Zeker als je in een bepaald probleem zit of in een bepaalde situatie. Dan kan de tarot jou gewoon helpen om daar wat duidelijkheid over te krijgen. En daar zijn deze tarotkaarten van de week ook voor bedoeld. En natuurlijk is het voor iedereen zijn leven en zijn situatie uniek. Maar probeer eruit te halen wat met jou resoneert. Wat die boodschap van die kaart van deze week voor jou zou kunnen betekenen en misschien jou kan helpen het beter aan te pakken of het beter te maken voor jezelf. Dus ik hoop dat dat duidelijk is. En mochten er vragen zijn, je kunt gerust vragen stellen. Ik zie af en toe hier berichtjes voorbij komen, dus je bent altijd vrij om vragen te stellen. Zeker als je er nu live bij bent, want ja, dan kan ik ze ook meteen beantwoorden. En dan ga ik maar gauw verder met dus de tarotkaart voor deze week. En dat is deze week een kleine arcana kaart en dat is de 6 van pentagram. Ik zal hem wat dichter bij de camera houden of in beeld houden. En een kleine arcana kaart. En ik zal wat dieper ingaan op zowel de afbeelding. Hè, want tarot is een beeldentaal. En dat is het allerbelangrijkste. Dat je
wanneer je een kaart bekijkt, vooral in eerste instantie kijkt naar wat roept het beeld bij mij op. Hè? En daarna kan ik ook nog verder gaan analyseren naar hè, de symbolen, de pentagrammen in dit geval. En ook het getal, want ik ben ook numeroloog, dus ik kijk ook altijd naar de getallen en de betekenis van het getal wat bij de kaart hoort. Nou, ik ga ook altijd meerdere betekenissen van de kaart vertellen, zodat je ook kunt gaan kijken wat is op mij van toepassing, op mijn situatie deze week van toepassing met name. Nou, allereerst dus, het is een kaart, dan zie je dus iemand die eigenlijk aan bedelaars lijkt het, hè, iets aan het uitdelen is. En daar heeft hij ook een weegschaal bij. En pentagrammen, hè, die staan, dat zijn de schijven, de munten worden ze ook wel eens genoemd, de pentakels. Die staan symbool voor het element aarde. En aarde heeft alles te maken met concrete zaken, geld, bezit, maar ook je lichaam en je energie in je lichaam. Het is alles wat praktisch is, wat tastbaar is, wat fysiek is. Daar staat deze kaart voor. Nou, en wat wil dat dan zeggen? Want het getal 6, hè, pak ik meteen ook de numerologie erbij. Dat heeft onder andere te maken met harmonie, maar ook met keuzes maken. Waardoor je dus meer in die harmonie kunt komen deze week. En dan begin ik al wat tipjes van de sluier op te lichten natuurlijk. Deze kaart gaat erover dat je deze week eens mag gaan kijken van hoe is het in mijn balans in mijn leven met het geven en nemen. Want heel vaak hebben we de neiging om heel veel van onszelf te geven, maar heel weinig te ontvangen. En daardoor kan je energielevel, hè, je balans kan uit balans gaan. Dus dan kun je jezelf dus uitputten. Dan kun je jezelf moeilijk in zien, zeg maar. Ik zie hier, Zita zegt, je bent een spiegelbeeld te zien. Kaart lijkt 4 te zijn. Oké, nou, het is in ieder geval kaart 6, Zita. Raar dat het een spiegelbeeld is, want ik film elke week op dezelfde manier. Maar goed dat je het aangeeft. Het is in ieder geval kaart 6, dus dat is heel erg belangrijk, de 6 van pentagram. Dus het gaat om het geven en het nemen. Daar mag je je deze week eens wat meer bewust van worden, of dat genoeg in balans is. Want je kunt namelijk heel moe worden, heel uitgeput raken als je altijd maar het geven bent. En niet open staat om een keer te ontvangen en ook nog heel belangrijk, te rusten een keer of te ontspannen een keer wanneer jouw lichaam daarom vraagt. En daar staan ook symbolisch die bedelaars voor, dat je eigenlijk niks meer kunt of niks meer hebt om te kunnen geven. Dat je eigenlijk alleen nog maar kunt ontvangen. Dus dat is één uitwerking van deze kaart, van de 6 van pentagrammen. Een andere wil zeggen dat je ook deze week hulp zou kunnen krijgen. Dat je ondersteuning zou kunnen krijgen. En dat zou kunnen betekenen op financieel vlak. Hè? Dus misschien ben je met een lening bezig of een hypotheek. Of heb je iemand om geld gevraagd. Dan kan dat heel vaak wijzen dat je deze week dus ook die ondersteuning gaat krijgen. Of dat je die lening ook gaat krijgen. Dus dat is ook heel erg belangrijk om... Dat een uitwerking kan zijn van deze kaart deze week. Wat ook gewoon ontzettend belangrijk is, sowieso omdat het getal 6 is, is de harmonie in je leven. En daar bedoel ik mee dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat je niet eigenlijk eindigt symbolisch, hè, zoals de figuren hieronder aan de kaart. Door bepaalde keuzes te maken deze week die goed zijn voor jezelf, die goed zijn voor jouw energielevel, voor jouw humeur, voor jouw ook financiële stabiliteit, zorg je ervoor dat de juiste harmonie in je leven plaats kan vinden of neergezet kan worden. En dat is wel een belangrijk thema voor ons allemaal, denk ik, deze week. En bij de ene zal het meer uitwerken op het werk, hè, dat je daar misschien heel erg geneigd bent om over je grenzen heen te gaan en heel veel te geven en misschien niet snel een keer hulp te accepteren of te vragen van een collega. Bij anderen kan het weer in een relatie uitwerken, dat je heel veel voor je partner doet of heel veel zorg hebt voor anderen, maar weinig hulp en zorg toestaat voor jezelf. Hè? Dus kijk hoe het met die harmonie gesteld is. En kijk ook en maak vooral keuzes deze week. Hoe je die balans weer kunt herstellen. Hoe je dus die harmonie in je leven, letterlijk thuis, op je werk, lichamelijk qua gezondheid,
ja, hoe je die dus weer kunt herstellen. Dus een heel belangrijk thema voor deze week. En ja, financieel wil ik daar ook nog heel even iets extra's over zeggen. Want het gaat natuurlijk om de pentagrammen. En pentagrammen hebben ook heel vaak te maken met financiën en geld. Kijk ook verstandig naar je uitgaven. En geef niet meer uit dan je hebt. En ben daar ook niet te impulsief en te enthousiast in. Want er komt weer die weegschaal, hè, in tevoorschijn die hier afgebeeld staat. Ben ook daar gewoon verstandig in. En maak daarin ook keuzes waardoor je niet in de problemen komt. En maak daarin ook keuzes waardoor de situatie stabiel en in harmonie blijft. Want dan kun je er ook van genieten. Hè? Want als je dingen gaat doen en je weet eigenlijk van, ik kan hem eigenlijk niet permitteren. Of het gaat eigenlijk helemaal niet. Dan kun je daar ook helemaal niet van genieten of blij mee zijn. Dus ook dat is een aandachtspunt voor deze week. Dus vooral financieel. Qua gezondheid, energielevel, het geven en het nemen. En daar vooral dus de harmonie en de balans in zien te vinden. Dat is denk ik de belangrijkste boodschap van deze kaart voor deze week, week 28 dus. Hè, de 12 tot en met 18 juli. Dus dat is wat ik jullie heel graag aan het begin van deze week dus mee zou willen geven. En ja, dat je daar iets mee kunt deze week. Nou, als er vragen zijn, hoor ik ze graag. Maar goed, ik zie hier al Leo herkenbaar. Ja, nou, dat is mooi als je in ieder geval al een bepaalde herkenbaarheid erin ziet. Want dan kun je er ook iets aan doen, hè. En ja, zoals ik al vaker heb gezegd, inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Als je inzichten hebt hierdoor of je krijgt adviezen door deze kaart, maar je doet er niks mee, dan verandert er ook niks mee natuurlijk. Dus ja, ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Wil je nog informatie over alles wat ik in deze video heb verteld, dan verwijs ik je graag naar mijn website www.12dehuis.nl. En als je dan schuine streep links, dus L-I-N-K-S, en nog een schuine streep aantikt, dan kom je alle links tegen waar je naartoe zou kunnen willen. Dus naar de zomerhoroscoop, de zomervoorspelling op YouTube die erop staan, de pre-order, de agenda, de gratis e-book wat je kunt downloaden. Nou, dat vind je daar allemaal om terug bij YouTube en Facebook onderaan de video. En bij de podcast ook. En ja, bij YouTube, bij Instagram zie je het bij mijn bio bij de linkpagina. Dus dan kun je op je gemak alles nog eventjes terugkijken. Je eventueel voor dingen gratis aanmelden als je dat zou willen. Dus doe dat even op je eigen moment wanneer het jou uitkomt en wanneer je daar tijd voor hebt. Nou, dan wil ik je in ieder geval hartelijk danken voor het kijken weer naar deze wekelijkse live. Super tof dat je erbij bent geweest. En voor mensen die het later bekijken, ja, een fijne week toegewenst. En leuk dat jullie erbij waren en het hebben teruggekeken. Ook voor alle podcastluisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik wens iedereen een hele mooie week toe en ik hoop jullie graag terug te zien of te horen volgende week maandag weer om 10 uur live op Facebook en Instagram. Fijne week allemaal. Dag!